Ja, ik moet naar de juwelier. Ik hoop dat die open is. Van de week was die open, dus ik hoop dat die nou weer open is. Maar ik moet er even een nieuw bandje eraan. Ja, die zei van vaarwel. Ja, zo bruin ben ik. Hé meisje. Hé kind. Hallo. Ook goeiedag. Hé, wat ben je flink. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Het is vandaag alweer donderdag en we leven op 23 april om 13:19. Ja, ik moet naar de juwelier. Ik hoop dat die open is. Van de week was die open, dus ik hoop dat die nou weer open is. Maar ik moet er even een nieuw bandje eraan. Ja, die zei van vaarwel. Ja, zo bruin ben ik dus, hè, eromheen. Altijd dag en nacht om en nou mis ik hem. Maar ja, ik hoop dat ze zo'n nieuw bandje voor me hebben en dan dat ze dat even kunnen fixen voor me. Maar in ieder geval, ik ga zo meteen even met Rijka uit. Ik moet naar Ruud toe, want Bibi is gisteren geopereerd. En die loopt maar met een kap op. En beweert hij dat hij haar moet gaan voeren omdat ze anders niet eet. Pardon? Frode heeft jaren met een kap op moeten lopen. He, omdat hij in een visuele cirkel zat waar hij niet uit kon komen. Maar die kon gewoon eten met de kap op hoor. Ja, die zette de kap gewoon eroverheen. Oké, als het echt etenstijd was, haalde ik de kap eraf. Maar zo tussendoor, als hij iets eten wou, nou, dan kon hij eten hoor. Het gewoon die kap erover. Moet dat beestje ook kunnen? Ja, dus dan ga ik eventjes naartoe om te kijken hoe en wat er nou precies aan de hand is. En ik moet de apotheek bellen, want die waren aan de deur terwijl ik op de wc zat. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, moeder de natuur die gaat ook door. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier al prachtig mooi weer. De hemel is weer blauw, maar we krijgen wel bewolking binnen. Ja, dat is ons toegezegd. Dus dat... Lucht wordt weer een beetje anders. Ja, het wordt nou weer zo eentonig, vinden ze erboven, dus ze moeten er wat aan doen. Ja, dus, maar dat komt wel goed. Ik ga eerst lekker even met Rijka lopen en dan, ik neem jullie lekker mee naar Ruud. Jazeker. Ik ga wel met de scootmobiel, want ik kan nou Rijka niet meenemen natuurlijk, omdat Bibi net geopereerd is, dus dan gaat het er niet worden. Dus ik blijf lekker thuis en ik kom lekker, ga lekker op de scootmobiel er even heen. Ik heb meerdere dingetjes over te doen ook. Dus het komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en we horen elkaar later. Doei! Hé meisje! Hé kind! Hallo! Ook goeiedag! Hé, wat ben je flink! Hé? De Roes lekker uitgeslapen, hè, van de operatie. Ja. En ze eet ook al zelf. Ja, grote meid. Hè? Ze hoeft niet gevoerd te worden, zeg maar. Zeg maar, ik ben geen klein kind, hoor. Hè? Kwispelkontje. Nou ja, we zijn dus bij Ruud. Zoals jullie het zagen, door Bibi. Ja, babybezoek, kindbezoek. Ja, dus even op ziekenbezoek bij Bibi. Maar ja, ik heb ook mijn medicijnen gelijk gehaald, dus ja. En hoe is het met jou? Rustig. Rustig. Slecht slapen met Bibi. Ja, oké, maar je kan aankomen nog wel weer goed slapen. Want... Ja, oh, van piepen, vanaf piepen. Ja, het is wennen en wat denk je? 3 uur, moest buiten. Ja. Tuurlijk. Het is nooit een riesmas. Nee, maar nu wel. Of een nood. Ja. Ja. Komt omdat ze geslapen hebben al die tijd. Ze moest de roes uitslapen en dan is ze iets zindelijk. Dus ja, dan komt de rest allemaal wat later dan normaal. Ja, ook wel. Ja, ja ze eet lekker. Ja. Wat hoor ik? Oh, kijk. Kiekeboe. Kiekeboe. Ja, lekker ding. Nou, en ik heb al lekker bakje koffie. En kijk, als jullie goed kijken, zien jullie daar Rijka leggen. En Eeuwin die zit, dat is op mijn mobiel, koning Willem-Alexander in Hoorn. Hé! Hey. Ja, en 53. Dus, ja, dat is mijn thuisgrond, dus ik zou maar niet inbreken, want ik zie jullie. Ja, mijn huis is beveiligd. Het is maar dat jullie het weten. Nee, ik film al. Aha, oh, die is mooi. Lid, dat is een cactus, ja. Een poeptus. Je allemaal voor dat naam zo. Met de raam heb je geen kachel, dames. Dan ga je kapot, dames. Als je boven een kachel staat, gaan ze kapot. Bij mij niet. Nou, ik heb enkel maar kachels. Die moet je even op het vensterbank zetten. Ja. Deze moet je op het vensterbank zetten waar het koud is. Niet bij een cv-ketel, dan gaan ze kapot. Oké, nou ja, dan weten ze dat ook weer. Nee, hier staan ze. Hier staan ze altijd hier. Hier. Ja, nou, ik zie ze. Daar staan ze. Dus ja, maar niet boven een kachel, dames en heren, die zich van planten houden. En Ruud is dus gek van poeptussen, want daar staat ook een poeptus. Als je in de knop zit, met lauw water geven, dames. Nou, en hier ook nog meer poeptussen. Nee, die stond voor het raam, daar. Allemaal poep tussen. Hier is een rood plan, maar die is kapot, die stonk. Maar hier is wel een radiator. Ja, maar daar ken je wel tegen. Deze kennen er wel tegen. Ja. Nou, en bloemen uit eigen tuin, dus we gaan even de tuin in. Oh, die is voor slot. Ja. Moet ik doen? Ja. Ja, want ik weet niet hoe die deur open gaat. Jeetje, ook trekken en doen. Het is koud, vind je geen kou? Ik moet een hoge afstap af. Ja, moet even niks op de plankje willen. Nou, hij heeft de tuin gesproeid met hij is aan het water geweest hier. Nou, en we zijn hier nog ook van harte welkom. Dankjewel, Ruud. Leuk tuintje. Wat dat er gaat, mag mijn tuintje ook al zo worden. Maar ja, helaas. Valt wel mee. Want ze had nog niet weer zo'n diepe kuil gegraven die er was. Ik moet enkel weer even opruimen, maar ik verga van de rugpijn. Dat ik ben ook blij dat ik met de booster ben en niet lopen. Oké, ik dacht je was met de benen maar... Nee, maar dan had ik me al altijd mee naar binnen genomen. Ja. Hey, die bokken. Nassussen. Narcissen, ja, en dat ding, daar hou ik niet van, daar kan ik niet echt goed tegen. Is vermooi. Ik vind dat afschuwelijk, maar ja, wie ben ik? Ik vind dat veel liever. Lammetjes, kaboutertjes, vogelhuisje. Dat vind ik veel mooier. Met dat beeld, nee. Daar heb ik helemaal niks mee. Die verhoort die beeld, ja. Hey, Bibi. Hey, Bibi. Ja, nou. Nee. Mooi tuintje toch? Ook tulpen achter je. Ook tulpen achter je. Tulpen achter me? Hier, hoor. Ja, ik weet. Ja, dat had ik al gefilmd. Ja, nou en dan hebben we daar hoge gebouwen. Nou ja, wat heb je eraan? 2 keer niks. Je uitzicht is, nou ja, Jan Fluitje. Daarheen een schuurtje. Oort, ja. En die achter. Jij bent binnen. Ik wil ook naar boven. Ja, maar jij hebt Bibi. Binnen. Sorry. Binnen, Bibi. Kruiden van Roy. Dat is ook 2 bomen gezet. Die komen aan mijn tuin. Oh, zijn die van jou? Ja. Oh, en mocht je dan daar plaatsen? Ja. Oh, had je dat gevraagd? Ja. Oh. En die ook? Ja, laat me staan. Je mag van gemeente, mag wel dan staan, ja. Oké. Ja. Nou, toppie toch? Ja. Hij gaat ook binnen. Nou. Ja. Hé, Bibi. En daar heeft hij nog een paar lieve hondjes zitten. Kijk, een stuk soort hondjes, dat kost je nou helemaal niks, hè? Nee, hoef je niet te aaien, zelfs puppies erbij. Hoe lief is dat dan? Die heb ik ook nog gered, hè? Maar ja, die kosten je helemaal niks. Je hoeft ze niet te eten geven, niet te drinken, geen aandacht, dan enkel te schoonmaken. Hè? Ja. Dus. Nou, daar heeft hij nog een hondje. Dus. Goed zo, Bibi. Nou, en ik vind dit ook zo leuk, hè. Maar als ik dat zou hebben, zou Rebecca niet blij wezen. Nee, je moet ze toch schoonmaken. Ja. Een huishoudelijke zorg, die moet dat allemaal maar weer schoonmaken. Ook, ik ook. Ja, jij doet zelf. Ja. Maar ik niet. Nee. Ja, ik doe wel wat, daar niet van. Eten mogen. Ja, koffie. We gaan weer aan de koffie, lieve vrienden. Ja, lekker een bakje koffie. En dan moet ik weer weg ook, want ik moet nog boodschappen doen. Want mijn kattenvoer is bijna op en dat moet er ook wel weer komen. Ik moet Action halen, lieve mij. Goedkope Action. Ik ga naar de Deka. Mag dat? Dat is wat dichterbij. Action is goedkoper. Ja, maar de Deka is wat dichterbij. Want ik wil straks ook weer, ik moet zo meteen ook met de computer aan het werk. Anders heb ik morgen weer geen filmpje op YouTube. YouTube, oké. Ga maar. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei! Hey Bibi! Bibi! Hi meisje! Nou mag nou, ik krijg wel lekker een bakje koffie van Ruud. Maar lieve vrienden, Ruud die heeft een bovenbuurman. Die heeft vuilniszakken voor zijn raam hangen. Zo achter, zo voor. En hij woont er al jaren. 10 jaar. Al 10 jaar, wordt er gezegd door Ruud. Ja. En hij heeft vitrage en al gehad. Maar hij gebruikt het niet. Hij zit gewoon voor gek. Vind ik. Want het hele hofje hier klaagt erover. Dat is toch niet normaal? Echt abnormaal. Moet even opletten. Ja, ik moet een ding voor je kopen. Ja, voordat ik val. Gaan we eerst die kant op lopen. Kijk, vuilniszakken, blauwe vuilniszakken, van die grote containerzakken. Die hangen voor het raam. Nou, is toch geen gezicht, lieve mensen. Ja, en dat is boven Ruud zijn huisje, want het is gelijk vloer wat Ruud heeft. Ja, het is toch geen gezicht, want je zou haast denken het is een slaapkamer van Ruud. Maar nee, dat is de slaapkamer van de bovenbuur. Nou, ik ga het lekker filmen, zodat hij verschudt. Ja, we moeten voor je maken dan een plankje. Hè? Dan nee, kom er toch in. Koffie, lekker bakkie koffie. Hé, Bibi. Ja, Bibi, Bibi, Bibi. 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 Oeh. Hij schat. En waar is Rijka nou? Rijka thuis, hè? Ja. En ik hoor haar nog steeds niet. Nee. Ze doet het goed. Ze doet het goed, mijn meisje. Kijk, ze staat nou. Mag je langs? Nou, ik beweeg. Maar ze staat naar buiten te koekeloeren. Blijf mama. Dus, maar oké, lieve vrienden. We sluiten weer even af. Ja, is ze zo blij dan? Vrouwtje weer thuis, hè? Hier, hoor, Rijka. Ruiken, ruiken. Bibi. Bibi. Bibi geweest. Hé? Hé. Och, meisje toch. Ach, mijn kind toch. Hm, zo blij hè. Even door het dolle heen was. Ze vloog alle kanten op, hè. Zo'n tijd weg geweest. Ja, voor het eerst dat het vrouwtje zo lang weg is gebleven. Wow. Zo dichtbij en toch zo lang weg. Maar mijn horloge is weer heel. Er zit weer keurig een bandje omheen. Het is leer. Dus ja, ik ben er weer blij mee. Hé? Ja nou, dan doen we de deur weer dicht, want dan blijft de warmte erin. Vind ik tenminste. Maar wie ben ik? En zoals jullie merken, zijn we dus ook thuis. En mijn medicijnen opgehaald ook. Hobbelen. Kan dat weer weg. Daar zat mijn camera in, jullie dus. En boodschappen gedaan. Mijn tas zit erin. Kattenbrokjes zitten erin. En er zit nog een bounty. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga lekker erbij zitten. En want ik heb ook een appje binnengekregen van Karin. Moet ik ook even kijken hoe en wat. En ik moet straks ook voor de computer. Dus ik heb nog een heleboel te doen. En ik ga als eerste zo ook naar het toilet toe. Ja, maar dat ga ik jullie echt niet meenemen hoor. Nee, dat kan ik allemaal wel alleen. En de troep opruimen. En morgen komt dat wel weer. Ja. Hé Rijka? Morgen is vrijdag, komt Rebecca ook weer. Dus het komt allemaal weer goed. Rijka. Hallo. Rijka. Geen gehoor? Oh, ik wou net zeggen, potverdikkie. Hé, oh ja, meisje. Hé. Dankjewel hoor. Ja, nou, ik ga dus afsluiten. Ik zou zeggen, tot later.